In het afgelopen weekend is de 30-jarige Justin R. om het leven gekomen bij een verkeersongeval aan de Henry Fernandesweg. Politiewoordvoerder Milton Kensmil meldt dat in totaal 3 zware aanrijdingen zijn geregistreerd in het weekend. Van de Latmanstraat, daar kan ik het volgende over zeggen. Een autobestuurder die kwam uit de, als ik het goed heb, uit de Tapanahonistraat. In ieder geval, hij kwam uit een aansluitende weg. Laat me dat zo zeggen. Een autobestuurder kwam uit de aansluitende weg en heeft geen voorrang verleend aan het verkeer op de noordelijke rijbaan van de Laxmanstraat. Daardoor is er een aanrijding ontstaan waarbij dus met 2 slachtoffers. De ene die mocht nabehandeld zijn op de hospitaal, mocht die huiswaarts keren. Het geval aan de Henry Fernandesweg betrof een frontale botsing. Kensmil maakt zich zorgen om de hoge snelheden die bestuurders ontwikkelen op de openbare weg. Er zal iets moeten gaan gebeuren nu, want het loopt niet goed. Ons wegennet is niet berekend voor het ontwikkelen van zulke hoge snelheden zonder dat er ongelukken vallen. Ja. De kans is ruim 100%. Dat bij het ontwikkelen van zulke hoge snelheden, dat er iets kan gaan gebeuren of dat er iets zal gaan gebeuren. Ik heb vaak ook gezegd in interviews dat de doorsnee weggebruiker dat wij bereiden te aanvallend. We moeten nu een beetje defensief gaan rijden. De politietopper vindt dat beschermen moet worden ingespeeld bij het rijden. Hij benadrukt dat mensen zich meer bewust moeten zijn hoe een medeverkeersgebruiker kan reageren.